De mooie gelakte schoenen zijn vanmorgen weer aan. Gisteren stond u op schaatsen, dus een boel commotie. Ja, heeft u er spijt van? Ja, ik had dat natuurlijk niet moeten doen. Het was een werkbezoek aan Tiof. Voor de topsport kijken hoe het daarmee gaat. Maar ik had daar gewoon mijn gimpen aan moeten houden. En niet die schoenen of die schaatsen onder moeten binden. Dus dat was gewoon niet handig. Zo grappig is met deze schaatsen. Je gaat dus nooit op je bek op het natuurhuis. Nee. Maar in de bochten verlies je gewoon snelheid. Ja. Buiten schaatsen mag, maar Tialf was gesloten. En dat was achteraf niet handig. Maar dat heeft hij ook erkend. Er is iets gebeurd wat niet had gemoeten. Waar heel veel mensen nu van zeggen van ja, weet je, dat mag ik niet. Ja. Dus een beetje dom. Die kwalificatie kan het wel zijn, maar ik ga dat gesprek met hem over. En ik denk dat hij dit ook begrijpt. En dan moeten we ook weer door. Hoe is dat dan zo gekomen? Nou ja, gewoon niet goed. Ik heb daar gewoon niet goed over nagedacht. Dus dat werkbezoek kan, dat mag dan ook als je gewoon aan de 1,5 meter houdt. Ja. Maar de verleiding om daar het ijs op te gaan, ja, dat had ik niet moeten doen. Sommige mensen zeggen ook, want dat is eigenlijk ook een soort campagneactie. Werkbezoek en campagne in één. Kijk je er tegenaan? Nou, dit zijn allemaal werkbezoeken in het kader van de campagne. Ik vind op zich het terecht dat ik ook als CDA-lijsttrekker dan bij bedrijven op bezoek ga. Dat ik ook aandacht besteed aan de topsport. En dat moet ook kunnen. Maar tegelijkertijd, ik had die schaatsen gewoon uit moeten laten.